De naam doet al wat vermoeden. De tripknol. Precies, een knol waar je van gaat trippen. Nu paddo's niet meer mogen, zoeken smartshops naar alternatieven. En de sclerotia is aan een opmars bezig. Ja, en deze knol staat niet op de verboden lijst van gezondheidsminister Klink. Althans nog niet, want alle ontwikkelingen op dit gebied worden met argusogen gevolgd door het ministerie. Dat is waar we dus altijd tegen gewaarschuwd hebben. Want moeder natuur is buitengewoon overvloedig in het produceren van allerlei leuke middeltjes en plantjes en paddenstoeletjes en knolletjes die min of meer hallucinerend zijn. Dus dit is een eindeloos gevecht. Dat gaat steeds maar haasje over en het einde is niet in zicht. Daar moeten we over doorpraten, u begrijpt het. Doen we met verslaggever Sander Paulus. Hij staat bij een smartshop in Amsterdam. De tripknol, Sander, loopt het als storm? Nou, vandaag in ieder geval niet, Jeroen. Maar dat kan er ook wat mee te maken hebben. Dat wij urenlang natuurlijk met een camera binnen zijn geweest. Dan wordt de drempel misschien een beetje hoog. Maar goed, er zijn in ieder geval wel veel van die tripknollen besteld. Hè? Er wordt in ieder geval veel van verwacht. En wij van EditieNL willen natuurlijk wel eens weten of dat dan ook een goede vervanger is voor de paddo, waar het toch allemaal om te doen was in de smartshops. Nou, in de rijke traditie van waanzinnige experimenten met stagiaires hebben wij onze stagiair Jacqueline de Vent bereid gevonden om ons te helpen. Dit is waar we dus altijd tegen gewaarschuwd hebben. Want moeder natuur is buitengewoon overvloedig in het produceren van allerlei leuke middeltjes en plantjes en paddenstoeletjes en knolletjes die min of meer hallucinerend zijn. Dus dit is een eindeloos gevecht. Dat gaat steeds maar haasje over en het einde is niet in zicht. Dat heeft hij al een keer verteld, volgens mij. Sander, dit was niet het goede bandje. Ik zag je al hoofdschudden. Ik vraag even de regie, hebben we wel het goede bandje? Inmiddels in de buurt dat we dat even kunnen laten zien. Het bandje van onze stagiair. Daar bent u. Van onze stagiair. Hij is er niet. Het bandje is er niet. Nou, Sander, dan gaan we door met ons gesprek. Ja, want Sander, we hebben gehoord dat het effect wel mee lijkt te vallen. Is het minder schadelijk dan een paddo? Ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen. Hè? Te veel, te vaak is nooit goed. Maar dat geldt net zo goed voor bier als voor deze drugs. Alleen, er is geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dus je weet niet zo goed hoe je lijf erop reageert. En wat ook een probleem is, waar komen ze nou eigenlijk precies vandaan? Hè? Dat kan ook nog problemen opleveren. Oké, Sander, voordat we verder gaan met het volgende verhaal. We hebben de band gevonden. We gaan kijken hoe het stagiair is afgelopen Jacqueline. Met onze stagiair Jacqueline. In een Amsterdamse smartshop voeren wij onder gecontroleerde omstandigheden de tripknol-test uit. Stagiaire Jacqueline heeft er zin in. Hoeveel moet ik nou nemen als ik echt helemaal uit mijn plaat wil gaan? Als je echt uit je plaat wil gaan, begin je zeker met een doosje. En dat doosje tripknollen gaat er dan ook rap in. Volgens de verkoper is dat geen probleem. Hij gooit onder de grond en hij heeft ook een psychedelische werking. Hij is heel leuk. Hij is een beetje vrolijk. Niet echt hallucinerend, maar wel heeft een hele leuke werking. Na een kwartiertje kijken we hoe onze stagiair het maakt. Hoe voel je je? Heel erg vrolijk en blij. Het is een beetje apart. Oh, ik moet overal lachen. Het goede gevoel houdt voorlopig aan. Na drie kwartier krijgt Jacqueline een vol gevoel en wil een glaasje water. En vijf minuten later wil ze opeens iets tegen ons zeggen. Je gaat heel anders, zeg maar, denken. Je gaat een beetje... Ik weet niet, als je iets ziet, dan ga je denken, waarom is dat er? Ja, heel apart, maar het gaat een beetje over... Je wordt er een beetje filosofisch van. Ja, je gaat een beetje filosoferen over, waarom zijn die dingen hier? Dat is het. Na een uur is het tijd om de balans op te maken. Jacqueline is de hele tijd rustig blijven zitten. Ik had echt verwacht dat er echt olifanten uit de muren zouden komen, bijvoorbeeld. Maar nu, ja, ik weet niet, ik voel me gewoon wat blijer dan normaal en... Ben je nog blij om stagiair bij EditieNL te zijn? Ja hoor, ik vind het helemaal geweldig. Kijk, enige juiste antwoord natuurlijk. Hè. Sander, tot slot. De tripknol was dit. We zagen de werking, valt gelukkig allemaal mee. Maar kunnen we meer van dit soort middelen gaan verwachten? Ja, dat is een beetje het probleem. Ze zijn natuurlijk nog steeds op zoek naar een echt alternatief voor die paddo, hè, waar toch heel veel van verkocht werd. En ze zijn flink zoekende om dat echt ook te gaan bereiken. Dus de komende jaar zullen we er nog wel wat van horen, denk ik, Jeroen. Ik denk het ook wel. Je hebt gelijk, denk ik. Sander, dankjewel. In Amsterdam.